Een kopgroep vooruit met onder andere twee man van Roompot, Oscar Riesebeek en Elmar Reinders. En twee man van de Jumbo-Visma-ploeg, Nederlands kampioen tijdrijder Jos van Emden en Koen Bouwman. Daarachter controleren de knechten van Sunweb-kopman Kees Bol de koers om het op een sprint te laten aankomen voor hun kopman. Maar voorin gebeurt er ook nog van alles. Wacht even, hier. Weer Elmar Reinders. En dat... Dit ziet eruit als een serieuze poging. Dit is wel kracht. Ook niet op een brede weg, maar op zo'n smal stukje tussen de bomen door. Dan ben je ook snel weg natuurlijk. Ja, die is echt weg. Dit is de tactiek die de ploeg voor ogen had. Hier hebben we de twee achtervolgers. Kreder inderdaad op kop daar en dan Koen Bouwman in het geel. Die kijken achterom in plaats van vooruit, dus dat is duidelijk. Kan hij dit volhouden? Hij heeft wel een stel extra benen aan boord, want zij heeft maat 48. Dat is een aardige extra hefboom. Maar die heeft hij nodig nu. Alles gedaan in zijn jeugd. Tijdrijden, veldrijden. Hij is een veldrijder geweest. Een goede. Karis Bouwman wordt teruggepakt met die andere man die erbij zat, met Kreder. En nu hebben we dus een compleet peloton in de achtervolging op één man, op een solist. Oh, nu wordt het verschil ineens een stuk minder. Maar ik ben bang voor Reinders dat hij het gewoon niet gaat redden. Ja, daar komen ze. En daar zijn ze. En het zijn de Jumbo-Visma's die het doen. Nou, dan ben ik benieuwd wat die in petto hebben. Dan geloven ze in Van Poppel of ze hebben alle hoop op Teunissen gezet. Het is gebeurd met de koploper. Die wordt teruggepakt. Nou, dan kunnen we ons gaan opmaken voor de massasprint. De laatste kilometer. Wouter Wippert zit er ook. Die komt dan naar voren in het groen. Ja, maar die zit in het wiel van Fabio Jacobsen. Nou, een Beat, een beatclub. Ja, wat nou, wat nou. Dat was en het wordt het een zuivere sprint, hè? Want we moeten zo meteen inderdaad deze trechter nog even door, de bocht door. En dan gaan we vals plat omhoog met 4%. Dan gaan we echt sprinten. En Sinkeldam zit er ook nog. Moreno Hofland zit daar nog. En laatste dit is bocht. Die bocht. Je moet je goed plaatsen voor die sprint. Sinkeldam in derde positie. Ga eens even kijken. Sinkeldam die daar probeert overheen te komen. En is het dan Teunissen die daar de sprint van kop af aan gaat? Teunissen, volle bak. Hij gaat het. En daar komt Twaar. Jacobsen in het blauw. Jacobsen komt daar eruit. Jacobsen hier buitenom. Jacobsen gaat hier de sprint winnen. En het wordt Fabio Jacobsen. De voorspelde winnaar die na een onvoorspelbaar kampioenschap toch gewoon Nederlands kampioen wordt. Jongen. Wat maakt hij dat knap af? We hebben hem eigenlijk de hele koers niet gezien. En dan komt hij toch ineens als een duveltje uit een doosje. En klopt hij al die andere. Plannetje gelukt. Toen je hier op de stoel ging zitten, zei je, ik had het niet meer verwacht. Nee, sterke kopgroep denk ik. Veel voorsprong. En ja, dan is het spannend. Ik wist niet helemaal de voorsprong. Maar ja, 2,5 minuut op 25 kilometer. Dat kan in de Tour maar net dicht. En ja, gelukkig vandaag net wel. Uiteindelijk heeft Sunweb denk ik het grootste deel van het werk opgeknapt. En ja, mede door hun kunnen we hier sprinten. Nou, jij bent Nederlands kampioen. Wat betekent dat eigenlijk voor je, dat je Nederlands kampioen bent? Dat ik een heel jaar in het rood en blauw rij. Ja, dan begin je heel erg bij te stralen en bij te lachen. Ja, bij de belofte ben ik twee keer kampioen geweest. Maar ja, dat telt allemaal niet bij de profs. En nu krijg ik een mooi rood en blauw shirtje met een zwarte broek. Kan ik heel de winter trainen. Kees Bol, ja, valt toch tegen als die hele ploeg de hele dag voor jou gewerkt heeft. En je wordt zesde, dan is er iets niet goed gegaan. Danny van Poppel is van zijn lijn afgeweken en heeft Ramon Sinkeldam gehinderd. Dan komt de jury in actie. En daar gaat hij naar rechts. Ja, hij zet hem klem. Hij zet hem klem. En dan besluit de jury dat Danny van Poppel wordt gedeclasseerd. Komt dus niet meer in de uitslag voor. En dat daarmee Moreno Hofland naar de tweede plek opklimt. En dat een andere man, Bas van der Kooi, dat die derde wordt. Bas van der Kooi van een continentale ploeg, een kleine ploeg. Een verrassend podium dus, maar de winnaar is niet zo verrassend. Dat is Fabio Jacobsen.